Geen apart interview, dus je moet het persmoment opnemen. Ja. Geen interviews meer op het Kiel. De persstop is klaar en duidelijk. Voor een club als Beerschot is dat in de huidige omstandigheden een redelijk absurde beslissing, vindt Karel Huygens. Ik kan begrijpen dat individuen of clubs of organisaties af en toe wel eens genoeg hebben van de pers, want primeurjagerij is vaak belangrijker dan effectief de waarheid. En wanneer je daar het slachtoffer van bent, dan snap ik dat je reageert. Maar hier is niks aan de hand. Peter, wil je aan ons iets kwijt, alsjeblieft, over die rode kaart? Wat de journalisten ook probeerden, niemand op het Kiel wilde iets kwijt. Voor Karel Huybrechts is het duidelijk hoe de pers het best omgaat met een persstop. Ik vind dat de sportpers vooral niet moet reageren. Dat gaat vanzelf wel over. Waar gaat het in hemelsnaam ook over? En verder vind ik het zo'n beetje zoals in een huishouden. De meeste van ons kennen dat wel zeker, wanneer er wat oneenigheid is. En mevrouw wil niet mee praten. Hè? Het Antwerps spreekwoord zegt, je hebt nog wel belt, maar geen geluid niet meer. Vooral niet proberen te forceren. Dus als je dat kan, dan van ook niks te zeggen, dan zal zij wel als eerste weer het woord tot je richten. En hier zal dat ook wel gaan. Maar waar gaat het over? Tot eind maart een persstop bij Beerschot. Over goed 10 dagen dus mag het Kiel opnieuw beginnen praten.